Was het niet beter geweest om de confederaties hun eigen gang te laten gaan en zich te laten afsplitsen, wil hij weten. Ja, dat is een klassieke vraag die vaker gesteld is, niet alleen door hem, maar ook door velen. En met name progressieven hebben natuurlijk vaak gedacht, weet je nou wat, als we de Confederate States hadden laten gaan bij het begin van de burgeroorlog, dus in 1860, dan hadden we een veel prettiger en normaler Amerika gehad dan we nu hebben. Omdat we in feite nu voortdurend die volkomen gestoorde relatie met de zwarte bevolking, die in feite wortelt in het stelsel van de slavernij in de zuidelijke staten. Denk aan die katoenproductie. Dan zouden we dat allemaal niet hebben. En inderdaad, als je de Confederate States eraf knipt, de Mason-Dixon-lijn, als je alles wat daaronder zit eraf knipt, dan worden de Verenigde Staten een veel normaler land. Dus dan is er minder moord en doodslag, minder ongewenste zwangerschappen, minder raar. Nou, het is heel opmerkelijk hoe Amerika normaliseert als je de zuidelijke staten opruimt. Of als je doe ze aan Mexico cadeau of zo. Hè. Ja, we zijn allemaal natuurlijk gefixeerd op nazi's en we vinden dat allemaal enorm belangrijk. Maar ja, als je ze had laten gaan, maar ja, dan had je toch ook een heel onaangenaam land. Had je twee Amerika's gehad, namelijk dat van de Noordelijke Staten en de Confederate States. En ja, dat zou een weinig aantrekkelijke natie zijn geweest, namelijk met een georganiseerde slavernij en met een gewelddadige onderdrukking van de zwarte bevolking. Ja. Die daar in ieder geval toen een veel hoger percentage was dan zelfs de zwarte bevolking nu in de Verenigde Staten is. De vraag komt ook een beetje voor, denk ik, uit de opmerking die je gemaakt hebt, dat in Amerika nog één keer het gruwelijk mis moet gaan voordat ze enigszins in gaan zien dat ze iets anders moeten gaan organiseren. Ja, ik denk, je weet, ik ben een geboren optimist, maar op dit punt denk ik dat in Amerika nog een stuk erger moet worden dan het nu is, voordat ze beseffen dat ze in allerlei opzichten een reeks van verkeerde afslagen hebben genomen. Ja, wat bedoel je dan met erger? Nou, met name dat het hele idee uit de hand zou kunnen lopen dat de democraten op een groep mensen zullen zeggen, ja luister nou eens even, wij zijn steeds electoraal de sterkste partij en het eindresultaat is voortdurend dat de republikeinen het voor het vertellen hebben. Omdat ze systematisch en goed georganiseerd en betaald misbruik maken van de mogelijkheden van het Amerikaanse politieke systeem. Denk in dit verband aan het Supreme Court. En de schandelijke manier waarop ze daar gezorgd hebben voor een meerderheid van 6-9 hele conservatieve rechters die standpunten hun huldigen die absoluut niet in overeenstemming zijn met de standpunten van een ruime meerderheid van de Amerikaanse bevolking. Dus ja, en dat de democraten zeggen, dit vinden we onacceptabel. Dus ja, wat moet je dan doen? Stadhuizen bezetten? Ik heb geen idee. Dat zal misschien eerst lokaal zijn. Lokale tegenstellingen kunnen groter worden. Want je hebt natuurlijk uitgesproken democratische staten, zegt Californië en de staat New York. En uitgesproken republikeinse staten. Neem nou Texas, waar ze echt de meest ridicule wetgeving produceren. Dat je denkt, hoe is dit gods mogelijk? Maar hoe zich dat precies zal ontwikkelen, weet ik niet. Maar dat die frictie tussen die partijen en de neiging van de democraten, die zeggen nu natuurlijk nog te vaak van, nou ja, het is nou eenmaal zoals het is. En het probleem is het electoraal college. Ja, bij het electoraal college is het heel goed mogelijk dat de democraten een ruime overwinning behalen en toch de verkiezingen verliezen, zoals we gezien hebben. Dus ja, ik denk dat besef dat die democratie, die Amerikaanse democratie, absoluut niet democratisch functioneert, dat moet verder indalen en moet en kan omvangrijke gevolgen hebben. Hoe? Dat durf ik niet te zeggen. Maar denk je dan aan een burgeroorlog? Nee, dan denk je dus aan een klassieke burgeroorlog met omvangrijke militaire operaties en organisatie. Dat denk ik niet, nee. Je moet dit meer zien als straattheater, demonstraties, permanente demonstraties, gewelddadige demonstraties, zo op die manier. Ja. Je wilde geen aandacht besteden aan Trump die over de boeren, hij zegt, nee, dat moeten we niet benoemen, hè?
Nee. Ook zo'n idioot dat het overal in Nederland, dat die man loopt, dat die... wie neemt die man nou ook serieus? Het is al erg genoeg voor Amerika dat ze daar die gek hebben. Ja. En dan moeten wij daar toch ook niet aan beginnen om die man ook serieus te nemen. Dan hebben we nog een advies van Isolde uit Amsterdam. Ze zegt allereerst dank voor de leuke en de leerzame podcast. Omdat er een flink stel achter elkaar heb ik geluisterd op mijn vakantie, zijn me een paar dingen opgevallen. Die wil ik met Maarten delen. Maarten, het gescheld op Baudet, Wilders, Rutte, etc. moet nu eens afgelopen zijn. Waarom? Omdat dit erg revanchistisch en gefrustreerd overkomt. De politici van de partij die hij aanhangt hebben 23 jaar meegeregeerd. En wat is het resultaat, vraagt zij. Wacht even, ik hang helemaal geen partij aan. Maar goed, okay. Daar ben ik mee opgehouden. Ja, je hoeft het met de genoemde heren niet eens te zijn, maar door lelijk over ze te praten, zet je jezelf neer als een praatjesmaker die makkelijk praten heeft vanaf de zijlijn. Niet doen, het past je niet, zegt zij. Ja, ik moet zeggen dat ik toch de mogelijkheid open wil houden om op deze heren, laten we het woord gek dan weer niet gebruiken, maar deze heren die eigenlijk alle drie een vrij ernstig gestoorde relatie met de maatschappelijke en politieke werkelijkheid hebben, daar behoud ik mij wel het recht voor om dat ook uitgebreid aan de orde te stellen. Ja. Ik zie ze bovendien wel degelijk als een gevaar voor het Nederlandse politieke systeem. Ja, ja. Even, er komen echt heel veel. Ik moet de moeite doen om alles te kunnen behandelen. We kunnen denk ik niet alles behandelen, want er zijn zoveel. Dat is toch een bemoedigend dat men het initiatief neemt om brieven te schrijven, ja. Mails te sturen, weet ik wel niet. We hebben ook wel wat hele nuttige corrigerende mails gehad, toch? Ja,